Ik sta hier bij een van de scholen die Dorcas ondersteunt met het Mary's Meals project. Dat betekent dat kinderen die in dit kamp wonen naar de school kunnen komen en daar eigenlijk extra ondersteuning krijgen. Veel kinderen krijgen thuis geen eten. In dit kamp wonen ongeveer 450.000 mensen onder hele slechte omstandigheden en op minder dan 1 vierkante kilometer. Dat is ongelooflijk veel. Voor deze kinderen is het heel lastig, want ze zijn vaak uitgesloten. Ze hebben geen papieren omdat ze ooit zijn gevlucht uit Syrië of het Palestijnse gebied. Met de school proberen we ze een kans te geven, toegang te geven om op gewone scholen te komen. Here in this camp we have around 420 children participating in educational activities. Each children have on daily basis a sandwich with a fruit. And this is a support for the children to come to school. We can feel the smile on their faces during the food distributions.